Het is gezellig druk tijdens de opening van de expositie Salon Veeg in Galerie On The Edge in kunstenaarscomplex Nieuw en Meer in Amsterdam. Maar liefst 25 kunstenaars uit Amsterdam en Leiden tonen er hun werk. Waaronder ook de leden van het ooit legendarische kunstenaarscollectief After Nature. After Nature is gewoon een beetje schoppen tegen ja, eigenlijk een beetje de moderne kunst. Hè. Wij stonden voor het schilderen na de natuur en vandaar ook de naam, After Nature. Wij wilden eigenlijk weer gewoon schilderen, naar de waarneming. In de vroege jaren 90 veroverden zij de kunstwereld met spraakmakende schilderperformances. We hebben heel veel leuke avonturen met elkaar beleefd. Heel veel gereisd, vooral in Amerika, veel tentoonstellingen gedaan en performances. En nu, 30 jaar later, zijn ze eindelijk weer eens samen te zien. Eigenlijk hadden we gewoon veel eerder dit moeten doen. Ja, nu, op Klashorns na, is het hele clubje compleet. Het is jammer dat Peter er niet bij is. Ja, die zit in Gambia. Omdat Peter Klashorns er niet is, mag voor deze keer ook kunstenaar Gabriel Kousbroek meeschilderen. Ja, ik ken ze al heel lang. Veel met ze gewerkt. Maar je ziet het, we zijn niet veel beter geworden. Het is nog steeds dezelfde puinhoop, Gijs. Ja, maar het valt nog mee, de kleuren zijn goed. After Nature moet je in de tijd plaatsen. Toen had je heel veel kunstenaars die toch behoorlijk conceptuele kunst maakten en abstracte kunst. En toen wij in één keer teruggingen naar een soort basis van het schilderen, gewoon stillevens, modellen, was dat in die tijd was dat een soort revolutie. Althans in die zin, iedereen verklaarde ons voor gek en dachten dat we echt helemaal van het pad af waren. Maar dat was in die tijd van het heel hard aan. Kijk, wat After Nature gewoon ook deed, is dat we lieten zien dat eigenlijk iedereen kan dit gaan doen, lekker, als je dat wil. Lekker naar buiten gaan en ze gaan schilderen gewoon. Simpel. Gewoon een koetje, een stil leventje. Iedereen zag ons als geaccepteerde goede kunstenaars. En in één keer kwamen wij met dat soort lullige stil leventjes en modelschilderijen aan. En de pers die was echt, die kostte ons uit. Je zag bij wijze van spreken de journalist rood aanlopen achter zijn typemachine. Die had je nog in die tijd. Van hoe verschrikkelijk het was. En toen dat gebeurde, dachten wij alleen maar, oké, volgens mij hebben we een open zenuw geraakt. Dus er moet een kern van waarheid in zitten. Ja, van daaruit is het allemaal verder gegaan. Vooral in de Verenigde Staten werd een onorthodoxe en energieke aanpak opgemerkt en gewaardeerd. Wij zouden de wereld gaan veroveren. Maar dat is ook gebeurd, of niet? Nou, in die tijd hadden we dat idee van wel, maar ja, dat zat wel een beetje in ons hoofd natuurlijk. Op een gegeven moment gingen we naar New York, hadden we daar een tentoonstelling in een hele gerenommeerde galerie. En vervolgens hebben we anderhalve maand dag en nacht geschilderd in die galerie met 250 schilderijen als resultaat. En tegelijkertijd gingen we schilderen in allerlei clubs. Publicitair liep dat heel goed en kregen we heel veel aandacht. After Nature rules. After Nature rules, man. We hebben een enorm kabaal gemaakt en er is heel veel gebeurd, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ontzettend veel andere kunststromingen die ook interessant zijn. Dus je moet het wel een beetje ruim zien, maar wij waren dus wel, we hoorden wel bij de groepen die echt iets neer hebben gezet in die tijd. Dat wel. Behalve Peter Klashorst is er nog iemand afwezig. Aad Donker maakte een paar jaar nadat After Nature ermee stopte op 31-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Aad was onze stormram. Ja, Aad was de jongste van het geheel, maar die kende geen angst en die ging echt direct overal op af. En die was een beetje de aanjager van alles. Ja. In 1993 viel de groep uit elkaar en kwam er een eind aan het collectief. Waarom het uit elkaar gegaan is, weet eigenlijk niemand echt.
Want als kunstenaar moet je jezelf verder ontwikkelen. Ik bedoel, de rest van je leven dit te blijven doen, dat... ja, ik vind het super saai, weet je wel. Op een gegeven moment weet je het wel. Ja, het is wel jammer dat ze te snel uit elkaar zijn gegaan. Vind ik echt wel jammer. Ja, de tijden zijn voorbij dus, kortom. Wat mij betreft wel, ja. Maar desalniettemin hebben we eigenlijk voor het eerst sinds 30 jaar weer eens samen de kwast gehanteerd. Ja. Hey, is dit een beetje gelukt? Ja, ik vind van wel, ja. We hebben echt een echte After Nature gemaakt. Ja, dit is echt typisch After Nature. Ja, nee, absoluut. Ja. Wie de kunstwerken van After Nature en de andere exposanten nog wil zien, moet snel zijn. Op 2 juli wordt de tentoonstelling afgesloten met een spectaculaire finissage. Wat er nog van over is, hè?